Hij heeft ook mensen blij gemaakt. En er zitten ook wel wat dingen in die je niet alleen met kerst moet doen, de kerstgedachte, maar eigenlijk het hele jaar. Vind ik. Toch? Oké, Tuur, na 3 weken is het eindelijk tijd om dit te proberen. Ik ben benieuwd. Shake it, shake it, shake it. Je hebt gewoon gedronken terwijl ik niet aan het filmen was. Mocht het niet? Was het lekker? Is het vies? Ik durf niet. Weet je, smakeloos, joh. Ik drink alles, weet je. Echt? Huh? Drink jij alles? Ja, gember vind ik niet zo lekker, maar het is een beetje limonadeachtig of zo. Het is inmiddels 11:55 en ik ga even 2 pancakes eten. Ik was van plan om 10:30 te gaan hardlopen, maar het duurde iets langer voordat ik inspiratie had gekregen voor mijn blog. En die blog wilde ik wel eerst af hebben, want die heb ik altijd om 12 uur live. Dus nu denk ik, ja, voordat ik moet hardlopen moet ik eigenlijk wel weer iets gegeten hebben, want ik heb om 7 uur ontbeten en als ik dan nu ga hardlopen krijg ik misschien honger. Maar dit moet ik straks weer laten zakken. Dus, met andere woorden, het duurt nog wel even voordat ik naar buiten ga voor mijn training. Oké, ik ga het doen. Ik ga 4 keer 3000 doen. Het klinkt echt als verschrikkelijk lang op dit moment. En ik kan niet ontkennen dat ik er een klein beetje tegenop zie. Maar we gaan het doen. De reden dat ik er tegenop zie is niet omdat ik er geen zin in heb. Het is alleen, waarschijnlijk ben ik 16, 17 kilometer aan het lopen. En dat klinkt gewoon best wel als een hele afstand. Ik moet eraan geloven. Ik ga in ieder geval 2 keer 3000 proberen. En als het niet lukt, dan niet. One done. 3 more to go. In ieder geval 1. 1. 2. 2 gedaan. Ik twijfel of ik doorga met 3000'tjes. Misschien doe ik 3 keer 1500 of 4 keer 1500. 2 keer 1000. 2 keer 2000. 3 keer 2000. I don't know. Maar dit was echt. Mijn benen hebben het zwaar. Ik heb natuurlijk nog geen 24 uur geleden die test gedaan. Oké, ik ga voor 1500'tjes. Ik heb 1 1500 gedaan. Nog eentje die kant op. En dan terug. Oké, 2 keer 1500 gedaan. Ik doe er nog minstens 1. En daarna kijk ik wel of ik ga uitlopen. Of dat ik er nog eentje doe. Maar nog 1 minstens. Oké, geen gezeur, dikke deur. Ik doe er nog gewoon 1. Dan heb ik in ieder geval de afstand afgelegd die ik af wilde leggen. Ik heb alleen de laatste in stukjes opgedeeld. Dan en dat is het. Oké, I'm back. Tijd voor lunch. Ik heb meteen maar even vers brood bij de bakker gehaald. Ik heb gewoon bijna 18 kilometer gelopen, dus dat is redelijk wat. Het is inmiddels bijna 5 uur en ik heb alles van mijn to-do-list gedaan, behalve boodschappen. Maar dat ga ik zo samen met Tuur doen. En die is nu nog even aan het hardlopen. Het is inmiddels alweer donker en ik heb zo'n vermoeden dat straks de rellen in Duindorp weer uit gaan breken. Ik woon niet in Duindorp, ik woon ook niet aan de rand van Duindorp. Maar ik woon wel zo in de buurt van Duindorp dat we er wel iets van meekrijgen. Als er zo'n vuurwerkbom afgaat, dan horen we dat hier gewoon. En best wel veel sirenes heb ik de afgelopen dagen 's avonds gehoord. Gisteravond ging er 3 uur lang of zo, hing er een helikopter
boven de wijk. En die konden wij vanaf ons huis ook zien en horen. Waarom kraak jij zo? Stop met eten. Oh nee, ik zei juist dat je meer moest eten. Gaan we nou in onze ANWB-stelletjes jas? Gaan we boodschappen doen. Nu is klaar met de training, eindelijk. Veel te hard gelopen. En zijn broek zakt af. Dus zo, ja, niet helemaal. We gaan wel goedkope bolletje kruidneutjes voor jou kopen. Ja, met in plaats van met chocolade erop of zo. Ja. In plaats van mijn mooie, lekkere bakkerskruidnoten, waar nog maar 2 zakjes van waren en die ze niet meer gingen maken voor 5 december. Wat dus betekent dat ik pas volgend jaar weer die bakkerskruidnoten kan kopen. We zijn bokkenbols aan het maken. Jee. Ziet er zo lekker uit. Ja. Wij hebben net een kerstfilm gekeken op Netflix. We keken naar A Night Before Christmas. A Night als een ridder. Ja, je denkt misschien, oh wat zielig voor Tuur dat hij een kerstfilm moest kijken. Maar ik denk dat van ons twee deze er het meest van genoten heeft. Want het was eindelijk een film waarin... Ik ga even opnieuw beginnen voordat ik spoilers deel. Het was eindelijk een film waarin mensen niet zoveel ruzie maakten en er gewoon plezier was. Toch, Tuur? Nou ja, ik vond die ridder ook wel echt een held. Ja. Hij heeft een paar echt goede heldendaden gedaan. En hij heeft ook mensen blij gemaakt. En er zitten ook wel wat dingen in die je niet alleen met kerst moet doen, de kerstgedachte, maar eigenlijk het hele jaar, vind ik. Toch? Wat zit jij te lachen? Ja, het was een hele leuke film, Ik vond het wel gewoon echt een leuke kerstfilm. Ik denk alleen dat er weinig partners zijn die dit met hun vriendin willen kijken. Waarom? Het is toch goed om... doelen te hebben. De film ging over doelen najagen, doelen stellen. Is mooi, toch? Ja, goed zijn voor andere mensen. Dat soort dingen. Groot hart hebben, dingen met mensen delen. Je doet net alsof... Niet meteen oordelen als je iets, als iemand anders is dan jij. Het is wel, dat was wel mooi, maar ja. Ik had gewoon niet verwacht dat jij er zo van zou genieten. Nou ja, als ik er nu over nadenk wel, maar... Is het een tegenvaller of een meevaller? Een meevaller. Oh echt? Ja. Maar beter dan dat je alleen maar van die enge horrorfilms wil kijken. Oh nee, daar heb ik helemaal niet van. Ik ook niet. Of van die actiefilms waar alleen maar geschoten wordt. Vind ik ook niks aan. Een achtervolging heb ik wel goed. Als het maar goed komt. Dat dan wel. Ja, maar die film die we gisteren aan het kijken waren, die jij niet af wilde zien, die kwam uiteindelijk ook goed. Echt? Ja, tenminste dat denk ik. Maar ze maakt echt alleen maar ruzie, die mensen. Vond ik niet leuk. Nee. Oké. Gaan we naar bed? De film kijk je toch ook voor je ontspanning? Ja. Maar Tuur, laten we gaan proberen te slapen als we kunnen slapen. Want wij horen weer... Een helikopter! En hij schijnt ook heel tijd met licht en wij hebben geen gordijnen. Dus ik denk dat soms zouden ze bij ons naar binnen kijken. Dat dacht ik gisteren echt. Oeh, oké. Heb je nog iets leuks vertellen? Slaap lekker. Morgen laatste dag Pietergym. Ja. Welke klas heb je morgen? Groep 3. Groep 3. 2 keer groep 3 en 2 keer groep 6. En dan moet ik de Pietergym opruimen. En dan moet het zeil erin, dan moeten de stoelen erin, het podium. Heb je echt wel hulp? Ja. Ik ga wel even wat regelen. Je hebt morgen rustdag qua looprust, hè? Ja. Je hebt weer 6 dagen achter elkaar getraind. Ja. Zit je nog op je gemiddelde 11 per dag? Van deze maand? Je wilt toch in december 11 kilometer per dag gemiddeld?
Nee, 12. Ja, ik weet niet of ik dat wil doen. Duurt. Het lijkt mij handiger dat ik gewoon fit en gezond blijf. Dat ik niet naar een van de kilometer gemiddelde ga kijken. Oké. Wij gaan slapen. Ik ga een berichtje binnen. Van wie? Ik weet niet, van een video of zo. Dankjewel voor het kijken. En we zien jullie morgen weer bij een nieuwe video. Slaap lekker. Yay. Fijne Sint. Lekker veel speculaas eten. Ja, dat heb je net ook gedaan. En kruidnootjes. En marsepein. Dat mag jij. Jij mag die vieze kruidnootjes. Ja, yeah, die zijn wel op. Echt? Nee, dat niet. Het is van karamelkruidnootjes, toch? Ja. Wordt er niks lekkers gedaan, denk ik. Zit daar van, is dit?